Ik ben Lyle, ik studeer politicologie en ik werk bij de gemeenteraad hier in Amsterdam en ik ben ook sekswerker. Het was een tijd van mijn leven dat ik enorm veel wou gaan reizen, dus ik ging heel veel geld uitgeven. Tegelijkertijd veranderde mijn seksualiteit heel erg. Ik van een jongen die dacht dat ik voor de rest van mijn leven samen zou zijn met de prins op het witte paard, ging ik toch ook al vaker gewoon seks voor de leuk hebben met jongens en ging daar ook open over denken. Dus die drie dingen kwamen samen. Openen over seks, meer geld uitgeven, minder geld verdienen. Toen heb ik sekswerk geprobeerd en die eerste ervaring was eigenlijk heel erg positief. Ik vind het niet fijn om in de kast te zitten. Ik vind het niet fijn om te moeten liegen over mijn werk. En als ik wil dat mensen er beter mee omgaan, ja, dan moet ik beginnen met mijn eigen verhaal te vertellen. Ik heb pas een coming-out video gemaakt rond HIV. En in een zekere zin is het heel erg vergelijkbaar. Namelijk dat ook daar HIV zelf niet zozeer het probleem is. Voor veel mensen die medicatie hebben en geen bijwerkingen ervaren en het ook niet kunnen overdragen op anderen. Maar de manier waarop de samenleving ermee omgaat. Maar bij mij kwam er ook nog eens een keer bij dat ik altijd rond sekswerk heel veel had gedaan rond seksuele gezondheid. En altijd had verteld dat sekswerker zijn geen probleem is. En dat het ook, dat je ook helemaal niet zo hoeft te zijn dat elke sekswerker een hele hoop SOA's met zich meedraagt. Dus ik was ook bang voor dat dubbele stigma. En juist voor die combinatie met sekswerk en HIV. Dat om nog meer onbegrip zou rekenen dan die twee identiteiten los van elkaar al. Er zijn zeker duidelijk dat ik denk van, goh, ja, dit is gewoon ingewikkeld. Of dat ik het moeilijk vind, of dat ik bang ben voor mijn toekomst. Mijn grote droom is altijd om politicus te worden. Maar kan dat wel als je HIV hebt en sekswerker bent en daar open over praat? Mijn HIV heeft in mijn geval niks met mijn sekswerk te maken. Want ik was ook altijd heel erg consequent en condoomgebruik bij mijn klanten. En ik had een hele lijst met voorwaarden. Ja, het is natuurlijk zo dat de meeste sekswerkers hebben geen HIV en de meeste mensen met HIV zijn geen sekswerkers. Dus wat ik ook wel moeilijk vind is dat het heel erg makkelijk afstraalt dan op je werk wanneer je vertelt dat je HIV hebt, terwijl dat er eigenlijk niks mee te maken heeft. En dat een boodschap is die heel veel mensen niet willen horen of niet willen begrijpen. Maar dat wel mijn verhaal is en dat ook iets is dat ik zal vertellen.